De aanhoudende coronapandemie zorgt voor enorme beperkingen in het personenverkeer via het luchtruim. Het in- en uitreizen van essentiële groepen van personen wordt toegelaten op basis van vastgestelde regels en procedures. In een vraaggesprek met de Communicatiedienst Suriname geeft Luciano Truideman, directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking aan wat de geldende regels en procedures zijn. Inderdaad zijn er nieuwe regels vanaf 22 december vorig jaar uitgevaardigd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Voor wat betreft mensen die naar Suriname moeten reizen, de zogenaamde repatrianten, maar ook andere mensen die voor essentiële diensten hier moeten zijn. Ik denk dan aan artsen, ik denk aan mensen die essentieel zijn voor het blijven draaiende houden van bedrijven. Mensen die dringend terug moeten komen vanwege een sterfgeval of iemand die ziek is. Maar ook mensen die in het buitenland zaten, maar terug moeten komen. Dus dat zijn echt de repatrianten die hier wonen. De Surinamers, maar ook de ingezetenen. En dan denk ik aan mensen met een PSA-kaart. Ik denk aan onze eigen Surinaamse staatsburgers. Dus de mensen met de Surinaamse nationaliteit en mensen die hier werken of hier wonen met een verblijfsvergunning. Dat zijn allemaal de mensen die naar Suriname, dus de categorieën van mensen die naar Suriname mogen komen. Verder weten we ook dat er mensen zijn die voor bedrijven hier komen werken op de boorplatforms. Mensen komen voor het ziekenhuis werken. Vooral nu in deze pandemie hebben we veel artsen, maar ook zorgpersoneel die van buiten uitkomen. Maar ook mensen die voor bepaalde ingrepen hier moeten zijn, de specialistische ingrepen. Die mensen komen ook. Voor die hebben we een speciale regeling getroffen. Vanaf vorig jaar hebben artsen vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken een speciale regeling dat ze kunnen komen. Dus de ziekenhuizen melden ons en dan kunnen ze komen. Verder hebben we ook in dezelfde kader hebben we ook voor de mensen die moeten uitreizen eigenlijk een reisbeperking opgelegd. Waarom? Omdat iedereen die weggaat een potentiële persoon is die een repatriant wordt voor ons. Als het luchtruim zou mogen sluiten vanwege een verslechterde situatie in Suriname, dan kan het besluit worden genomen om het luchtruim helemaal volledig te sluiten. Wat we natuurlijk niet willen. Dus we raden het, of we moedigen het niet aan. We ontmoedigen het eigenlijk om mensen die naar het buitenland moeten, dus dat die kunnen gaan. Het is niet iets dat noodzakelijk is. Als het noodzakelijk is, dan wel. Maar voor vakantiedoeleinden zeggen we liever niet. Dat ontmoedigen we ten zeerste. Maar natuurlijk moeten er mensen heen en weer reizen. Je hebt, zoals ik het al eerder zei, mensen die voor zaken moeten zijn in het buitenland. Die niet kunnen, omdat ze verplichtingen hebben. Dat zijn dus, die mensen krijgen dan ook de toestemming van Suriname om af te reizen. Daarnaast heb je ook mensen die voor studie weg moeten, omdat ze al lang verplichtingen hadden. Ze waren hier op vakantie in december en terug moeten voor studie. Natuurlijk, wanneer je weg moet, zou je zeker zelf moeten nagaan wat de inreisbeperkingen zijn van het land waar je naartoe moet. Daar gaat het ministerie jou niet kunnen assisteren in het verkrijgen van dus goedkeuring om in een land te komen. Ik geef maar bijvoorbeeld aan Nederland. Om in Nederland aan te komen heb je twee categorieën van mensen die kunnen komen. Mensen die vanwege humanitaire redenen naar daar moeten. En mensen die vanwege werk en andere gerelateerde zaken daar moeten zijn. Maar ook mensen die gewoon op doorreis zijn kunnen via Nederland op doorreis. Maar dan heb je natuurlijk ook de PCR-test die je nu moet doen voor Nederland. Ook voor Suriname trouwens geldt dat. Als je naar Suriname komt moet je een PCR-test overhandigen voor niet ouder dan 72 uur. Verder moet je in het bezit zijn van een ziektekostenverzekering die voornamelijk COVID dekt. Als dat niet het geval is, als je het niet hebt, omdat het land waar je bent niet zo'n verzekering afsluit, kan je natuurlijk ook een verklaring hier tekenen dat je instaat voor alle kosten die gemaakt zullen worden in verband met een mogelijke ziek zijn van jou hier in Suriname en de verzorging die je daarna nodig hebt.
Verder moet ik ook aangeven dat vanaf 22 december vorig jaar we een aantal vluchten hebben, we hebben geassisteerd hebben met een aantal vluchten voor de uitvoering. Daarmee wil ik zeggen, de mensen registreren zich en wij plaatsen de mensen op de vluchten. Zoals je weet zijn er nu 2 vluchten naar Nederland. Er zijn een paar vluchten naar Miami, er zijn een paar vluchten van Miami uit naar Guyana en naar Paramaribo. Maar we hebben ook vluchten uit Belém, we hebben ook vluchten uit Curaçao, Aruba. Dus alleen al is het een drukte voor het ministerie van Buitenlandse Zaken om al deze aanvragen af te handelen. Ik moet zeggen dat het niet alleen het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf is die het besluit neemt. Er zijn een paar ministeries betrokken bij dit hele proces. Ik moet aangeven dat toen het luchtruim werd gesloten, afgesproken is dat het zowel het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van TCT als het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business, Internationale Samenwerking, eigenlijk de vluchten zou gaan evalueren en het advies zou uitbrengen voor welke vlucht. Dus Volksgezondheid en BUSA geeft het advies en TCT geeft de goedkeuring aan de uitvoer van zo'n vlucht. Dus stel dat een vlucht wil komen uit Belém, dat zijn inbound mensen, dan is het Volksgezondheid die bepaalt, nou is het wel goed, toch? Gekeken vanuit natuurlijk hun eigen bril en wij kijken natuurlijk vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, zijn het mensen die gerepatrieerd worden. En als dat het geval is, dan mogen deze mensen op de vlucht. En dan geven we het advies, het kan, en dan geeft TCT dan de goedkeuring. Dat is zo'n beetje de werkwijze die we hebben afgesproken. Verder, wanneer wij hier, want de mensen moeten zich allemaal registreren. Dat kunnen ze doen op de, via het e-mailadres van ons, CONZA. En CONZA wordt geschreven met CONZA, apenstaartje, GOV, dus GOV.SR. Via dat e-mailadres kan men een registratie doen. De documenten die nodig zijn, zijn natuurlijk een kopie van je paspoort, biopage. Dat is nodig. Verder moet je kunnen aantonen dat je ingezetene bent. Dus als het om een buitenlander gaat, moet je kunnen aantonen dat je ingezetene bent. En dat kan door de 3 stempels die je hebt in je paspoort. Eentje van de Vreemdelingendienst, eentje van CBB en de andere moet zijn van de immigratie. Dus die 3 stempels moet je dan in je paspoort hebben. Je kan ook aantonen, als je dat bij je hebt, je verblijfsvergunning of je werkvergunning of je PSA-kaart. Dus die documenten zou je dan ook moeten toevoegen. Bij de mensen die voor overlijden komen of voor iemand die heel erg ziek is in Suriname, moet je natuurlijk kunnen overleggen een overlijdensakte. Maar ook, in geval van ziekte dus, een verklaring van de specialist of van de arts. Als die documenten worden toegevoegd, dan wordt het in behandeling genomen. Indien dat niet het geval is, zult u een mailtje terugkrijgen en de nodige documenten moeten aanleveren, zodat wij het besluit kunnen nemen om zo iemand op de vlucht te plaatsen. Voor wat de expats betreft, daar zijn het meestal de bedrijven die het verzoek doen. En daar hebben wij afspraken mee. De bedrijven zijn heel erg nauwkeurig in het aanleveren van de documenten. Daar heb ik niets over te zeggen. Het enige is waar we eigenlijk ieder adviseren om te doen, is dat ze de documenten, het verzoek op tijd indienen. Zeker 5 dagen van tevoren, omdat de verwerking toch wel enige tijd duurt. De documenten moeten allemaal gescreend worden. U weet zelf ook dat er in het verleden vaak geroepen is dat mensen met vervalste documenten komen. Dus die dingen moeten we ook checken. Er zijn zelf ook ID-kaarten die vervalst zijn doorgegeven. En die hebben we natuurlijk laten natrekken op het Centraal Bureau voor Burgerzaken. En natuurlijk, dat is inderdaad ook zo gebleken. Dus zo zie je dat mensen ook naar Suriname willen komen met vervalste documenten. En dat legt een hele grote druk op ons, omdat wij al deze documenten moeten screenen en we moeten er zeker van zijn dat mensen die komen, mensen zijn die rechtmatig mogen komen. Omdat we niet een situatie hier in Suriname willen hebben waarbij we mensen laten komen die niet mochten komen omdat we zelf de regels hebben gezet als overheid.
dit zijn de regels, dit zijn de procedures. En er komt iemand en we hebben hier een besmetting, omdat die persoon hier een besmetting kan veroorzaken. Dat zou natuurlijk niet goed zijn, omdat we ook beperkte mogelijkheden hebben voor wat betreft de capaciteit van quarantaine. U moet begrijpen dat eigenlijk het aantal vluchten die we hebben geprojecteerd per week helemaal afhangt van de capaciteit aan hotelkamers die we hebben. En dat is niet zoveel. We wonen niet in een land als Amerika of Nederland of zelfs in het Caribisch gebied waar je heel veel hotels hebt. Hier zitten we niet met zoveel hotels en zoveel opvangcapaciteit. Verder moet ik zeggen dat, dat mensen ook de mogelijkheid hebben om thuisquarantaine aan te vragen. Maar dan moet je wel, moet die omgeving wel voldoen, toch? Dat huis moet wel voldoen. Je moet een eigen kamer hebben, tenminste los of een woning los van als je alleen woont, oké, dan is dat jouw thuisquarantaine mogelijkheid. Maar als je niet alleen woont, moet je ervoor zorgen dat je wel een huis, of moet er wel een huis, je kan er niet voor zorgen, maar moet er wel een huis apart zijn. Of een ruimte waar jij alleen zou kunnen zijn. En dat is de verantwoordelijkheid van BOG. BOG checkt dat wel, maar de mensen hebben ook de mogelijkheid. En ze kunnen mailen, het e-mailadres is te vinden op de website van BOG. Daar zijn de protocollen voor thuisquarantaine. Verder moeten ze ook hebben een beveiligingsbedrijf. Moeten ze kunnen inhuren of moeten ze hebben ingehuurd als ze thuisquarantaine willen hebben. Voor de diplomaten natuurlijk zijn er ook afspraken gemaakt binnen onze regels en procedures. Diplomaten zijn ook niet gevrijwaard van alles. Ze moeten ook, want het zijn ook mensen zoals wij, ze kunnen ook de transmissie van COVID veroorzaken. Maar voor die type personen hebben we, of categorie van personen, hebben we ook regels samengesteld. In samenwerking natuurlijk met het BOG. Dat is ook in hun protocol voor bijzondere reizigers opgenomen. Dus de bijzondere reizigers zijn de expats en de diplomaten. En mensen die kunnen worden aangerekend voor de essentiële diensten. Kijk, als iemand naar Suriname komt voor een eendaags bezoek, dan kan de persoon niet voor 7 dagen in quarantaine. Dus er wordt heel anders naar deze mensen gekeken. Natuurlijk worden ze getest en ze worden gescreend. En ze moeten natuurlijk de maatregelen van de volksgezondheid opvolgen voor wat betreft het mondkapje op, etcetera. Dus voor diplomaten gaan in thuisquarantaine. In hun eigen woning natuurlijk. Zij moeten natuurlijk ook de PCR-test doen en zij zijn vanuit de ambassade natuurlijk ook verzekerd voor wat betreft de medische kosten in geval ze besmet mochten raken. De reguliere vluchten die momenteel worden uitgevoerd zijn vluchten uit Amsterdam, dus vice versa, vluchten uit Miami met een stop in Guyana, dus ook vice versa, dat is op de zaterdag en de dinsdag. De vluchten van SLM zijn op de woensdag nu, dat zijn vanaf 17 januari, gaan de vluchten worden uitgevoerd op de woensdag. Dus dat is van Amsterdam naar Paramaribo en op de zondag terug naar Amsterdam. Nu is het dinsdag, woensdag. Maar vanaf 17 januari, dat is dus volgende week, zullen de vluchten van SLM iets anders worden uitgevoerd. Daarnaast hebben we vluchten op aanvraag, hoor. Dat zijn geen reguliere vluchten, op aanvraag van Fly Always, die gaan naar Belém, vice versa. Ik heb ook gezien dat ze willen vliegen op Haiti, met een stop in Antigua en Barbuda, terug naar Suriname. Zo heb je ook een paar andere vluchten die ze willen uitvoeren, volgens mij Curaçao ook. Ik heb niet helemaal het schema in volledig in mijn hoofd, maar er zijn een paar vluchten die worden uitgevoerd. Sowieso Curaçao, Aruba, dat doet SLM al regulier, Miami en Amsterdam. En KLM doet natuurlijk Amsterdam, Paramaribo, regulier op de vrijdag. Surinamers die in het buitenland zijn en hun paspoort moeten verlengen, hoe dat proces eruit ziet. Nou, we hebben 18 posten in het buitenland.
waarvan 14 consulaire diensten verlenen. Van deze 14 consulaire posten, of althans die consulaire diensten verlenen, kunnen de mensen waar ze gevestigd zijn, de mensen die daar zijn, kunnen de Surinamers natuurlijk die diensten moeten afnemen, kunnen naar de posten gaan, bijvoorbeeld verlenging van hun paspoort, maar ook voor verlenging van hun rijbewijs, voor aanvragen van andere actes, ik denk aan een geboorteakte, een bewijs van inschrijving in Suriname, of nog geen inschrijving in Suriname, voor mensen die in het buitenland studeren, maar ook voor een nationaliteitsverklaring kunnen ze gewoon gaan. Ik geef een voorbeeld, mensen die bijvoorbeeld in Aruba en Curaçao zijn, die kunnen naar het consulaat in Curaçao, maar iemand die bijvoorbeeld in Trinidad woont, daar hadden we vroeger ook een ambassade, maar de verantwoordelijkheden daarvoor zijn nu naar Guyana verplaatst. Dus de mensen kunnen dan hun stukken sturen naar Guyana en Guyana zorgt er wel voor dat wij het krijgen. Ook in Miami hebben we een post, in Washington hebben we een post, dus daar gaan de mensen van Amerika naartoe om hun zaken te regelen. En het wordt gewoon met de post gestuurd naar een van de buitenlandse posten van ons. We hebben in Afrika ook een post, dus heel Afrika is daar gecoverd. In Azië hebben we 3 posten, dus de mensen kunnen allemaal naar daar. Indonesië bijvoorbeeld, de mensen in Maleisië gaan naar Indonesië, de mensen in Japan gaan naar China. Dus zo wordt dat dan afgehandeld. Voor de reizigers, of voor de personen die van plan zijn te reizigen, ik wil jullie vragen, natuurlijk mee te nemen het feit dat Suriname niet gespaard is gebleven van het coronavirus. Het maakt het dus moeilijker voor ons als burgers om te reizen. Hiermee moeten we dus rekening houden, willen wij ons verplaatsen. Ook moeten jullie rekening houden dat andere landen ook beperkingen hebben voor wat betreft het reizen naar die landen. Dus graag voordat jullie een reis ondernemen, dat dit goed wordt bestudeerd. Jullie kunnen de websites van de landen bezoeken, maar jullie kunnen ook het ministerie van Buitenlandse Zaken eventueel vragen als informatie daarover beschikbaar is. Voor de mensen die naar Suriname willen komen, zou ik zeggen, Suriname heeft de inreisbeperkingen op papier gezet. Ze zijn te vinden op onze website, maar ook op onze Facebookpagina zijn deze inreisbeperkingen te vinden. Maar ook op de website van het BOG zijn ze te vinden. Als u mocht komen naar Suriname of de wens hebt om te komen naar Suriname, zult u moeten voldoen aan voorwaarden die gesteld zijn. En indien u voldoet aan de voorwaarden, kunt u een mailtje sturen naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, die dit in behandeling zal nemen en u dan een antwoord zal geven als u mag komen naar Suriname. Doet u dit vooral tijdig, 5 dagen voor vertrek naar Suriname. Indien u nog geen visum hebt aangeschaft, doet u dit ook tijdig, zodat de afhandeling daarvan synchroon kan lopen met uw aanvraag.